Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Ik heb nu, moet ik nu zeggen, ex-minister Bronto Somoardje, de zoon van. Bronto, je bent ex-minister. Ja, klopt. Gaat snel, hè? Ja, politiek is dynamisch, hè, om het maar zo te zeggen. Dus. Wat doet een ex-minister dan? Maandag, bijvoorbeeld? Ga je nog naar kantoor? Ik heb het iets minder druk als normaal, maar gelukkig zitten we midden in de verkiezingen. En u weet, ik word ook lijsttrekker van mijn partij, dus ik heb genoeg dingen om te doen. Zelfs vandaag had ik nog activiteiten, dus op mij hoef je niet druk te maken dat ik thuis al tussen de geraniumplantjes zit, om het maar zo te zeggen. Je hebt genoeg te doen. Eigenlijk was het ministerie, de ministerpost, was eigenlijk een last. Nee, helemaal niet. Het is juist een eer om je land te mogen dienen. In wat voor vorm dan ook, dat heb ik vaker gezegd. Ik ben een dienaar van het volk. Dat nou als minister is, of dat nou als misschien parlementariër is, of wat dan ook. Ik ben dankbaar dat ik het volk mag dienen. En hoe lang heb je het gedaan? Bijna 5 jaar. Ja. Dus over 6 maanden is verkiezing, dus bijna 5 jaar. En als ik terugkijk, wat heb je allemaal al gedaan? In die tijd dat je daar zat. We hebben natuurlijk die public sector reform aangepakt. Wij zijn organisator van de verkiezingen. We hebben orde of zaak proberen te stellen bij CBB. We hebben religieuze organisaties onder ons. Je hebt laatst kunnen lezen. Ik heb de aanzet gezet om af te stappen van pensioendiscriminatie. Dus als ik je moet opnoemen wat we allemaal hebben gedaan, dan denk ik dat we een andere tijd moeten nemen. Misschien langer, een hele middag. Zodat ik het boekwerk voor je kan oplezen waarmee we bezig zijn. Maar nogmaals, als je drie grote dingen, nogmaals, drie grote hervormingen, drie grote vernieuwingen, vooruitgang, ben ik al blij hoor. Een van de belangrijkste dingen, dat heb ik gelukkig vorig maand nog kunnen realiseren, dat is het aanzetten tot het afschaffen van pensioendiscriminatie. Je weet, hier in Suriname wordt je pensioen gebaseerd op de laatste 24 maanden van je loon. En dat zou betekenen dat jouw pensioen afhangt wanneer je het besluit neemt om met pensioen te gaan. En wij hebben ervoor gezorgd dat die discriminatie niet meer is. Dus daar ben ik heel erg tevreden mee. Dat is voor mij een grote mijlpaal. Dat betekent dat er geen ongelijkheid meer is in het pensioenen. Dat betekent dat jij als gepensioneerde niet meer jaren moet wachten op een verbetering van je pensioen. Wanneer er een nieuwe loonrace komt, maar dat gelijk ingaat. Dus dat is een hele, hele belangrijke mijlpaal voor mij. Nog paaltjes dan? Paaltjes, ja, public sector reform, public sector reform, het registreren van onze ambtenaren, het identificeren van de spookambtenaren, het herplaatsen van de ambtenaren bij sociale instellingen, beetje aanpakken van Centraal Bureau van Burgerzaken. Ik heb ook een traject ingezet voor biosymmetrische paspoorten. Dat gaat in januari gaat de eerste worden overhandigd. Wat nog meer, ja, religieuze organisaties proberen een uniforme opleiding te creëren, dat iedereen als geestelijke dezelfde bagage heeft, zodat datgene wat je moet overbrengen als geestelijk ook goed wordt overgebracht. Dus paaltjes, palen, voor mij is het niet belangrijk hoeveel paaltjes of palen. Voor mij is het belangrijk dat het volk weet dat ik een dienaar ben van hun, en dat heb ik de afgelopen 5 jaar ook bewezen. En dat wil je weer gaan doen met verkiezingen? Nou, als politieke streven en voor inspraak in het beleid. Dat zou een dwaas zijn als je in de politiek gaat om geen inspraak in het beleid te hebben, toch? Ja. Maar als je het zo goed doet, jongen, waarom werd je weggestuurd dan door de regering? Nou, ik ga ervan uit dat je als journalist, en ik heb begrepen van mijn contacten dat je een van de beste bent in Nederland, dat je onderzoek hebt gedaan. Ik ben niet weggestuurd. Ik heb zelf mijn ontslag genomen. Dat is hemelsbreed uitgemeten. Ik heb mijn ontslag genomen om de coalitie te beschermen. Ik voelde dat de politieke druk voor de president te groot werd. En toen heb ik zelf gezegd, weet je wat, president? Ik heb geen boter op mijn hoofd. Ik wil niet dat u onder druk wordt gezet. Ik neem zelf ontslag. Dus ik herhaal en ik begrijp dat jij ook Surinaams nieuws volgt. Ik ben niet weggestuurd.
Jawel, maar ik bedoel, ja, jouw positie was onhoudbaar. Klinkt het beter? Ja, de positie was niet onhoudbaar. Ik heb zelf ontslag genomen, maar ik heb gezegd, voor de president zou de politieke druk te hoog zijn. En ik wil niet, één, dat het landsbestuur in gevaar komt, want de relatie tussen mij en de VP was erg gebroeierd. En ik wil niet dat het organiseren van de verkiezingen in gedrang komt. Dat zijn de twee redenen dat ik zelf mijn ontslag heb ingediend. Ik kon natuurlijk, als vele anderen voor mij hebben gedaan, voet bij stuk houden. Ik kon natuurlijk als vele anderen voor mij net doen alsof ik ben vastgelijmd op die stoel. Maar u kent mij veel beter, meneer Pinas. Meneer Bronto, ik denk, dit kwam allemaal omdat jouw naam, jouw ministerie genoemd wordt in een fraudezaak. Ja toch? Dat jij geld zou overmaken naar een rekening van jouw familie, je vader was erbij. En dat is, wat staat die zaak eigenlijk? Waar gaat het eigenlijk over? Ik hoor het liefst van jou. Ja, nee, prima. Wij hebben alle jaren contact. U heeft de eerstkomende 4,5 jaar nooit iets gehoord over fraude bij Binnenlandse Zaken. U heeft nooit een smet gehoord op Binnenlandse Zaken. Dus we moeten kijken aan de timing. Waarom gebeurt dit? Waarom is dit naar voren gebracht? Ik heb toen als eerste gezegd tegen de president: president, laat er een klad onderzoek komen. Als tweede keer in die case toen ik bij de president: president, laat er dan ook een klad onderzoek komen. En toen heb ik dat op eigen aanvraag gedaan. En toen bleek dat het klad nog langer nodig had. 6 weken, 7 weken, 8 weken. En ik vind, als verantwoordelijk persoon kan je dan niet als minister nog zo lang verlof nemen. Laat mij dan een stap terugnemen. Zodat het organiseren van verkiezingen niet in gevaar komt. Laat dan het klad de ruimte krijgen om het onderzoek te plegen. En dan zult u zelf zien dat ik geen fraude heb gepleegd. Of ik niet aan corruptie heb gedaan. Nou, weet je, dat geloof ik best. Natuurlijk, ik weet waar u naartoe wil. Ik weet waar u naartoe wil. Ik weet dat u wilt zeggen. Ik weet dat u wilt zeggen. Andere ministers blijven wel zitten. En die wachten het onderzoek af. Maar ik ben anders ingesteld. Ja, dat is prima. Maar dat zou ik ook kunnen zeggen. Maar ik wil ook zeggen, jongens, als er niks gebeurd is, als er niks aan de hand is, dan valt er ook niks te onderzoeken, toch? Dat heb je in één oogwenk. Iedereen door van, er is niks aan de hand hier. Nou, blijkbaar is dat niet zo makkelijk, toch? In ieder geval hebben de adviseurs van de president. Weet je, dan krijg je het verhaal van rook en vuur, hè? Ja, of van vuur en rook, maar in ieder geval hebben waar de adviseurs. Waar rook is er een vuur, zoiets of andersom. Ja. Ja. Of andersom, maar het maakt niet uit. In ieder geval hebben de adviseurs van de president aangegeven dat er comptabel niks aan de hand is. Dus ik dacht dat daarmee de zaak afdoende zou zijn afgehandeld. Maar toen is ze aangegeven, er is behoefte naar meer onderzoek. Toen heb ik zelf aangegeven, oké, president, dan laat de klad dat onderzoek doen. En het zijn vrachtwagens vol aan documenten toch die ze moeten onderzoeken. Waar komt dit vandaan dan? Van jongens, het stinkt verschrikkelijk hier op kantoor Bronto, Somoadjo. Er moet onderzoek komen. Waar komt het vandaan? Ik heb u aangegeven dat een bepaalde heer, en ik heb geen behoefte om de namen te noemen, want nogmaals, u verwacht van mij, u vraagt mij net hoe heb ik mijn werk goed gedaan, dus ik verwacht van u ook dat u uw werk goed doet, ik ga geen namen noemen. Het is een bepaalde heer die nep stukken heeft gebracht en die moeten onderzocht worden. Dat kan gebeuren, het zou op verschillende manieren hebben kunnen uitpakken, maar ik heb nogmaals ervoor gekozen om mijn ontslag zelf in te dienen. Laat dat benadrukt worden. En ik heb nogmaals zelf gezegd, oké, president, laat er dan een klad onderzoek komen. Dat heb ik zelf aangegeven. Niet op instructie van de president. Ik heb gevraagd, laat er een klad onderzoek komen. Wat heeft de president tegen jou gezegd? Hij gaf je eerst ruimte, je zou met een week vakantie gaan. Hè? Moest je terug. En wat zegt een president tegen een minister die gewoon op de schopstoel is? Bepaalde dingen wat ik en de president bespreken, die zijn niet voor ieders oren gericht, maar het belangrijkste ga ik wel doorgeven. Een van de belangrijkste zaken was dat ik voelde dat er te veel politieke druk op de president werd gezet, dat ik voelde dat hoe langer ik bleef, hoe meer de relatie tussen mij en de vicepresident werd gebroeierd, en dat is niet goed voor landsbelang, dat ik voelde hoe langer ik afwezig zou zijn en er geen minister zou zijn bij het ministerie, dat het
organiseren van de verkiezing bemoeilijk werd. En dat heb ik ook aangegeven. En de president heb ik toen mijn ontslagbrief overhandigd. En hij heeft dat aanvaard. Voor de rest is er niks bijzonders gezegd. Ja, ja, maar op advies, hè, of aandringen, hoe je het willen noemt, van hey, doe het zo, lever je portefeuille. En dat is heel normaal, hoor. Het gebeurt zelden dat een minister op staande voet en weggestuurd wordt. Zelfs in zijn naam gebeurt bijna nooit. Ja, het is wel een aantal keer gebeurd en ik geef je nog een keer aan, bij mij is het niet op aandringen geweest. Oké. Mooi zo. Bronto, en ik denk, je vader die zat ook de hele dag op het ministerie. Wat was zijn rol daar? Nou, zijn rol is nog steeds staatsadviseur. Het is niet dat hij de hele dag op het ministerie zit. Hij is adviseur van de staat. Hij adviseert de president. Hij is adviseur armoedebestrijding. Dus uw informatie dat hij de hele dag op het ministerie zit, klopt niet helemaal. Ik denk dat u terug moet naar de informant, dus dat is niet waar. Nou ja, omdat berichten zijn, je vader zit bij het ministerie en de partner van je vader, dat is niet je moeder, biologische moeder, die zit ook bij het ministerie. Nee, dat is ook niet waar. Ik denk dat u echt, ik denk dat, misschien is het laat bij u in de avond, maar ik denk dat u beter uw informatie moet verifiëren. Maar dat laatste klopt ook niet wat u zegt. Ben ik de enige die dit hoort? Maar blijkbaar wel, want als ik het niet heb gehoord, de partner van mijn vader zit niet bij mijn ministerie. Nee, ik ben wel aan het ministerie, maar dat is onderdeel van het... dat is een feit. Dat is onderdeel van het nepotismebeleid in zijn naam. Maar daar ben je niet verantwoordelijk voor. Je bent, moet ik zeggen, slachtoffer of onderdeel? Bronto, Somario. Nee, ik zie, kijk, politiek is een mooi vak. Dat heb ik al vaker aangegeven. Wanneer je goed beleid voert, kan je heel veel mensen helpen. Laatst wat ik al net zeg, een aanzet maken tot het... opheffen van pensioendiscriminatie is iets waar ik erg trots op ben. Iets waar er jarenlang voor gevochten is. Maar politiek kan ook erg lelijk zijn. Als mensen vechten voor de macht, vechten voor behoud naar macht, kan politiek lelijk zijn. En nu zit ik in een fase waarin politiek erg lelijk is. Maar dat betekent niet dat ik bij de pakken ga neerzitten. Ik ben nogmaals dienaar van het volk. Elke politicus die een beetje... waarde heeft, maakt moeilijke periodes mee. En dit is een van mijn moeilijke periodes. Ik word gesterkt natuurlijk door de vele duizenden ondersteuningsberichtjes, de vele appjes, de vele gebeden, mijn familie. En jij zegt het zelf net ook, ik heb fans in Nederland. Nou, ik ben een eenvoudige jongen, dat ik van jou moet horen dat ik fans in Nederland heb. Oh, maakt mij alleen maar nog nederiger. Maakt mij alleen maar nog nederig. Interview zo mooi, je moet Bronto bellen. Het maakt mij nog nederiger. Dus nogmaals, politiek kan mooi zijn, kan lelijk zijn, maar als politicus moet je elke storm kunnen doorstaan. Dit zal de eerste zijn, zeker niet de laatste in mijn politieke carrière. Daar ben ik van overtuigd. Maar als je geen boter op je hoofd hebt, als je niet vreest, dan zal je elke storm overleven. Nou, ik kan niet zeggen dat jij bang bent, want jij verklaart Brunswijk de oorlog. Ja, nou, ik verklaar de oorlog aan alles wat niet goed is voor mijn land. Ik verklaar de oorlog aan de armoede. Ik verklaar de oorlog aan het feit dat de rijkdommen niet eerlijk worden verdeeld in Suriname. Ik verklaar de oorlog aan dat we zo'n rijk land zijn en 20% nog steeds onder de armoedegrens leeft. Ik verklaar de oorlog dat we straks 50 jaar onafhankelijk zijn en dat er vrouwen nog steeds moeten kiezen tussen een pakje maandverband of een bordje eten. Daar verklaar ik de oorlog over dat van de heer Bruns. Ik heb dat alle etterlijke keren aangegeven. En bij u, omdat u het bent, ga ik het nog een keer aangeven. Dat is voor mij een gepasseerd station. Ja, heb je niks aangegeven, schap, gepasseerd. Maar wel verklaar je de oorlog aan Brunswijk. Nou, dat is, ik blijf dat aangeven, dat is een gepasseerd station. Dat zijn in aanloop naar wat tot nu toe, naar dit moment heeft geleid. Uh-huh. Had ik de behoefte om dat te zeggen. Maar ik heb begrepen dat het al... koek en ei is tussen de voorzitter van PN, tussen de voorzitter van ABO. En ik maak tussen die koek en ei, ben ik geen melk, dus ik maak daar geen onderdeel van uit. Dus ik heb een stap teruggenomen en dat is precies goed zo. Ik denk dat het de juiste beslissing is genomen. Ik denk ook dat het volk dat ziet, dat eindelijk er een persoon is die niet vastgekluisterd is aan die stoel. Dat eindelijk er een persoon is. Dat heeft de president zelf gezegd, hoor. U kunt dit interview oproepen bij ABC. Ja. Dat er een persoon is die uit landsbelang
Dat heeft hij zo letterlijk gezegd. Het landsbelang is opgestapt. En ja, ik ben een nederig persoon. Ik vind dat prettig om te horen. Maar dat vind ik prima. Maar ik denk, jongens, je bent heel nederig. Maar het is wat je ondankbaar als jij van PL bent met 1 zetels en Brunswijk. Haal je in de coalitie. En dan verklaar je die maar de oorlog achteraf. Nou, ik ben blij dat je me de kans geeft om een interview met je te hebben, zodat ik je van betere informatie kan zien, voorzien. Niemand heeft ons bijgehaald bij de coalitie. Als u de cijfers nagaat, is het dankzij Pechailoor dat de heer Brunswijk vicepresident is geworden. Dankzij Pechailoor is het zo dat de voorzitter van het parlement is geleverd. Dat heb ik niet alleen ik gezegd, dat heeft de heer Brunswijk zelf gezegd. Als de samenwerking er niet zou zijn, zou de heer Brunswijk in Wanica geen zetel hebben gehad en zou de heer Brunswijk in Para geen zetel hebben gehad. En wij zouden in Kommerwijnen geen zetel hebben gehad. Dat zou betekenen dat ze op 5-6 zetels zouden komen en de zetels naar of de NPS zouden gaan of de VHP. Dus het is niet zo dat wij bij de coalitie zijn gehad. Juist op basis van de samenwerking is de heer Brunswijk VP geworden en juist op basis van de samenwerking is de voorzitterschap geleverd. Nogmaals, dat zeg ik niet alleen. Dat heeft ook de heer Brunswijk gezegd en dat is ook cijfermatig aan te tonen. En qua ondankbaarheid, ik denk dat u dan bij het verkeerde adres bent. Okay. Hoe is de verhouding nu, Somoardjo Brunswijk? Somoardjo senior of Somoardjo junior? Junior senior, het is een pot nat, man. Ik wil heel veel, ik verschil toch wel tegen. Bro, doe jouw fans hier, hè? Mensen zitten hier te appen, allerlei berichten te sturen. Ik verschil toch wel degelijk van die... Nee, ik verschil toch wel degelijk van die vader van ik wil als een goede kenmerk over je. Hij is erg strijdvaardig, erg ervaren, maar soms in denkwijze verschillen we toch. Maar om concreet op uw vraag in te gaan met de heer, ik heb begrepen dat het tussen senior en Brunswijk weer helemaal goed is. En wat ik u net aangaf tussen junior en Brunswijk, voor mij is dat een gepasseerd station. Wat is gepasseerd? Goed, je zegt, ja... Ja, als ik hem zie, zal ik hem zeker een hand geven. Daar heb ik geen moeite mee. Oké. Okay. Ik ga even kort naar jouw ambitie. Nu heb je aan het vrij. Je bent niet meer minister. Hè? Je zit niet meer op het ministerie. Je bent nu vrij om de partij van je vader over te nemen en te leiden. Pechailoor. Hoe zie je de vooruitzichten? Nou, ik weet niet of ik de partij ga overnemen. Ik weet wel dat ik aan alle hoogste waarschijnlijkheid de lijsttrekker word. Er is nu een nieuwe kiesregeling in Suriname. Dat is ook een van de mijlpalen die we gezamenlijk hebben bereikt de afgelopen periode. Het wijzigen van de kieswet. Het is een one man one vote. En op basis van die one man one vote gaan wij nu de verkiezingen in. En wij gaan ervan uit dat wij een goede beurt gaan draaien. Niet alleen omdat we mooi zijn of lelijk zijn. Ik weet niet. Mooi of minder mooi next te maken aan het ding, maar om de ideeën die wij hebben voor Suriname, je weet, Pechailoor is de enige partij die aan heeft gegeven, want iedereen praat over oliedollars, maar Pechailoor is de enige partij die heeft gezegd, wij willen dat een gedeelte van de oliedollars direct terug gaat naar het volk, middels een aandelenpakket, middels een aandelenuitkering op 21 jaar, middels de mogelijkheid dat elke Suriname bij wijze van spreken voor $1 een aandeel kan kopen. Toen ik het plan lanceerde, lachten de rijken, lachten de elite, die kleine groepje, ha, 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 ha. Die min komt weer met een dom idee. Geen min van minister, maar min van pay min. Want wat blijkt? Wanneer na 2-3 maanden de president van Guyana met hetzelfde plan komt, die wil iedereen geven, dan zegt niemand iets, dan lacht niemand. Wanneer ik praat over het bewapenen van de gezinsleden na een psychologisch onderzoek, vind ik dat jij het recht hebt om jouw familie en jouw goederen te beschermen. Dat is één van mijn pijlers. Lach weer die kleine groep. Ha, min komt weer met een idee. Min, ha, 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 ha. Maar wanneer VP Harris hetzelfde zegt, maanden later... Wat zeg jij? Jij bent voorstander dat burgers zich gaan bewapenen. Ik vind dat iedere Suriname, ieder rechtgeaarde Suriname, na een psychologische test, een goede psychologische test, recht heeft op een wapen. Om haar gezin en haar goederen te beschermen. Dat vind ik. Ik heb dat idee. Daar heb ik jou toch voor. Om mij te beschermen. Ik bedoel, staat. Maar we kunnen elkaar toch ondersteunen. De staat kan toch niet overal tegelijk zijn. Maar terwijl ik het bericht lanceer, lacht iedereen, die kleine groep, ha, 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 ha. Min, zeg weer eens nogmaals, geen min van minister, maar min van paimin. Want ik weet, zodra een paimin iets zegt, is het grappig.
Maar wanneer Harris, VP Harris, 3 maanden later hetzelfde zegt, lag niemand. Dus we hebben goede ideeën. Wij zijn bijvoorbeeld voorstander van wanneer wij weer aan de macht komen, gaan wij ervoor zorgen dat we bijna alle basisgoederen gaan importeren. Want nu maken malafide handelaren 200, 300, 400% weer op ons volk. Hier zijn dingen nog duurder dan in de westerse landen of hier of naast ons. Ze maken onbehoorlijke woekerrens op ons volk. Wij hebben gezegd, wij gaan alles importeren. Je hoort de geluiden, je hoort ze lachen. Maar nu wij het zelf doen, zien ze dat het wel kan. Dus wij denken dat met de ideeën die we hebben, dit zijn er slechts een paar, dat wij een goede beurt gaan maken bij de volgende verkiezingen. U moet mij niet vragen hoeveel zetels we gaan halen, maar ik denk wel dat het een goed aantal zijn om een belangrijke balans in de eerstvolgende regering te zijn. Ja, ja. Maar je denkt niet dat dit jouw paard kan spelen, dat jij op een nette manier van het ministerie weg ben. Jij zegt, je bent uit vrije wil, dat geloof ik ook. Maar ja, niet omdat het heel goed gaat daar, toch? Of geen? Wat zegt u? Nee, Het laatste verstand ik niet. Nee, ik zeg, ik weet niet hoe ik dit moet zeggen. Maar ben jij niet bang dat dit jou zou kunnen achtervolgen richting de verkiezing? Nou, ik heb nogmaals geen boter op mijn hoofd. Ik heb continu contact met het volk. Eergisteren was ik in Ikeri. Morgen zijn we op Meerzorg. Overmorgen Wanica, Para. En dan hebben we zaterdag onze partijcongres. Ik leg het volk uit. Het volk snapt. Ik maak geen geintjes, net als wat u zegt. Mensen appen u de hele dag in zaken. Dat van mij, zo krijg ik ook duizenden appjes. Ik voel de ondersteuning. Ik voel de gebeden. Dus nee, integendeel. Ik denk dat dit gaat zoals het moet zijn gegaan. En ik denk dat dit ten goede zal komen van onze partij. Ja, want daar komt een uitslag toch uit het glad onderzoek. De president heeft mij aangegeven dat tot eind november de mensen van de klad dat nodig hebben. En ik wacht tot eind november. Mm-hmm. Ja, en als het te lang duurt, ga jij zelf stap ondernemen? Of denk van jongens, ik ben al blij als het dan met de sisser afloopt. Nou, dat hoeft niet te lang te duren. Want de president heeft aangegeven, dat klad heeft aangegeven dat ze tot eind november nodig hebben. En eind november is eind november toch. Ik vertrouw in de professionaliteit van klad. Als zij een scan maken en zeggen, oké, we hebben 6 weken nodig. Nou, dan is het toch 6 weken. Zullen wij die 6 weken afwachten? Ja, die wacht ik rustig af. Heel erg rustig. Ondertussen ga ik op het veld. Ik ga 's ochtends een paar ouderen bezoeken. Ik breng een boodschappen met een zakje met boodschappen. Ik ga met ze zitten. In de avond ga ik partijactiviteiten doen. Dus we wachten rustig af. Nou ja. En we zien het wel. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Hè? Jij denkt het ook. We moeten rustig afwachten. We gaan niet stampvoeten. Nogmaals, we hebben geen boter op ons hoofd. We vrezen niks. Dus laten we afwachten. Als hun zeggen 6 weken, dan is het 6 weken. Ik snap jouw gevoel wel van waarom dan toch weggaan. Ja, het is een beetje toch die politieke verantwoordelijkheid die je neemt. Je wilt toch ervoor zorgen dat er weer vertrouwen komt in de politiek. Het is nooit eerder gebeurd dat de minister uit zichzelf opstapt, niet vastklampt aan die stoel. En ik wil toch het volk laten zien van het is tijd dat er nu andere soort generatie leiders komen die hun hart op de juiste plek hebben voor Suriname. Die niet die ook fouten kunnen maken als het gaat om beleid, maar wel ervoor zorgen dat zij politiek verantwoordelijkheid op zich nemen. Dat zij een doel hebben voor een beter Suriname. En dat wilde ik eigenlijk laten zien. Mm-hmm. Dat is mooi. En moedig ook. Hey, tot slot, kort. Wat is de rol van Paul Salam Somohadjo in PL op weg naar de verkiezing en Bronto Somohadjo? Nou, hij is een staatsadviseur, maar dat is nog niet zo belangrijk. Hij is voorzitter van de partij. Als je zijn ervaring, toch Frans, in geld zou kunnen omzetten, zou je dat niet kunnen betalen. Door zijn ervaring word ik ook uitgeleid uit deze moeilijke storm met de wil van de almachtige. Hij blijft voorzitter, maar hij ambieert geen politieke functies meer. Hij wil niet op een lijst komen. Hij wil geen minister meer worden. Het enige wat hij wil doen is zijn volk naar de overwinning brengen, is zijn volk tot elkaar brengen. En ik denk, zoals de tekenen zijn. Zijn volk, dan praat je over de Javanen, hè? Over de Surinamers. Ik heb, wij Surinamers. Ik ben een Surinamer, Frans. Heb je dat nog niet gezien? Ik ben toch geen minister? Politiek toch?
Zijn volk is Suriname, Frans. Toen hij in het verzet zat, heeft hij toch niet alleen gevochten voor die Javanen? Toen hij werd gemarteld, heeft hij toch niet alleen gevochten voor die Javanen? Hij heeft ook gevochten voor jouw ouders. Toen ik minister was, heb ik toch niet alleen gewerkt voor mijn Javanen? Ik wilde alleen weten of we op dezelfde lijn zitten. Dus zijn volk is Suriname. Okay. Wij willen dat het volk Suriname vooruitkomt. En het is echt nu of nooit, 50 jaar als straks Suriname onafhankelijk. Hoeveel mensen hebben wat gezien van de bauxietinkomsten? Hoeveel mensen hebben wat gezien van de goudinkomsten? Het is tijd dat we gaan naar een sociale, eerlijke en rechtvaardige Suriname. Hey, Bronto, weet je, ik vind het prima. Je denkt, je vader die is nog partijvoorzitter en jij bent nieuwe generatieleiders. Ik hoop dat je goed uitkomt uit het rapport. Blijf er niet zo'n oude wind hangen van jongens. Geef Bronto ruimte als nieuwe generatieleider. Nee, maar die ruimte krijg je toch ook. Ik ben minister geweest. Ik hoop dat het volk tevreden is naar dat werk wat ik heb geleverd. En ik word lijsttrekker van de partij. Dus ik word het gezicht straks van de partij. Dus ik denk dat er genoeg ruimte is. Verjonging is er. Wij hebben de jongste minister ooit aangeleverd bij het afgelopen kabinet. We hebben jongeren straks op de lijst. Dus nee, maar ik vind wij moeten de ouderen niet als wegwerp aansteker gebruiken. Wanneer je oud bent, gaan we je weggooien. Nee. Bronto, als je Orson Moehard doet, dan denk je toch aan oude politiek. Ja, als je aan mij denkt, denk je aan oude politiek. Frans, even serieus. Oude politiek, hè? Dat meen ik serieus, is ook niet altijd slecht, hoor. Oude politiek. Toevallig in de Surinaamse geschiedenis heeft oude politiek alleen maar een absolute slecht rapport. Dus kenmerken van de oude politiek die goed zijn. Is je hoeft je niet steeds achter je rug om te kijken. Ja, of iemand je mes tegen je rug wilt zetten. Uh-huh. Hey, laat me even uitpraten. Je hoeft niet steeds achter je rug te kijken. Of iemand je mes tegen wil geven. Oude politiek is bijvoorbeeld. Woord is woord. Je houdt je paard aan je teugels en je man aan het woord. En je zegt. Oude politiek heeft ons niks gebracht. Je moet je wel in de schoenen zetten van waar hun toen waren. Waar hun voorouders vandaan kwamen. Wat zij allemaal moesten overwinnen voor het feit dat wij nu kunnen doorgaan. Kijk, politiek... En daarom zitten we niet daar op 2024. Onze oude politiek heeft niet alles gedaan zoals het moet. En er kan veel meer beter gedaan worden. Er zijn veel meer punten die het verbeteren valt. Maar onze oude politiek heeft wel gevallen, is wel opgestaan, heeft wel gelopen, heeft wel die Nederlanders overwonnen, heeft wel de slavernij overwonnen, heeft die contractarbeid overwonnen, heeft militaire dictatuur overwonnen waar we nu zijn. Nogmaals, het kan veel beter. Maar we moeten nu net niet doen. En dan heb ik het niet over mijn vader. Want ik vind dat je met de oude politiek ook president Venetiaan beledigt. Vice-president Sarjo beledigt. Hebben ook wel goede dingen gedaan. Dat moet je erkennen toch? Hoe zou jij je voelen dat wanneer je kleinkinderen over oude journalistiek praten. En je met jou met de vloer aanvegen. Dat is toch niet oprecht, Frans? Nee, Bronto. Ik heb het over de tijdgeest, hè. Ja, de tijd is van je kan die oude politiek nu niet naar voren trekken, naar 25. Dat is wat ik bedoel. Ik bedoel, in de tijdgeest hebben ze hun best gedaan en erin geweten. Juist, en ik ben blij dat je dat zegt. Ik ben blij dat je dat zegt. En nu, per Chayul hoor, daar is die jonge wind te horen. Daar is die progressiviteit te horen. Daar is die strijdvaardigheid te horen. Daar is het feit dat je je vaderlandsliefde te tonen. Daar is het feit dat je jezelf opoffert voor landsbelang te zien. En dat is per Chayul hoor. Dat is toch het antwoord dat je wilt hebben. Nou, dus antwoord wat jij wil geven. Hey Bronto, ik ga jou volgen op weg naar de verkiezing. Hey, eind van de maand, deze maand, hè, dan moet het rapport van Klad en van daaruit... november. Ja? Dankjewel voor je tijd. En mag ik iets gemist hebben, dan mag je het nu nog roepen in de laatste minuut. Nee, ik wil jou bedanken. Jij hebt me net gebeld. En je weet, ik voor jou en de kijkers, vooral wat je net aangaf, ben ik altijd bereid om een interview af te doen. Dank je voor je tijd en duiding. Bronto Somohardjo, ex-minister van Binnenlandse. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.